Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar wat wijzigingen die ik op de website heb gedaan. En deze video is eigenlijk ook meteen gelijk een audiotest. Ik heb afgelopen video's wat problemen gehad met het geluid. En ja, daar ben ik afgelopen tijd mee bezig geweest om dat proberen op te lossen. Alleen het is een beetje een lastig probleem, want zelf heb ik die problemen hier niet. Ervaar ik die problemen hier niet die worden aangegeven. Dus deze video is eigenlijk ook meteen een test. Mocht er iets zijn met het geluid wat niet goed is, laat even hieronder een reactie achter. En dan ga ik er naar kijken of ik het kan oplossen. Ja, laten we dan eventjes gaan kijken naar de wijzigingen die ik afgelopen tijd heb gedaan aan de website. Dus laten we even gaan kijken op homiecornelissen.nl. We zijn hier op de website en ik heb hier boven in de menubalk wat wijzigingen doorgevoerd. Zo heb ik naast de deel je flow knop heb ik een changelog knop toegevoegd. Atom heeft de laatste tijd veel changelog pagina's gepubliceerd waarin ze hun wijzigingen van de software op weergeven. En ja, die zijn niet altijd even makkelijk te vinden, dus ik dacht, laat ik daar een mooie knop voor maken, zodat jullie zo makkelijk kunnen vinden. Dan kan je op de knop zelf klikken, maar zoals je ziet, als je met je muis erop gaat staan, dan krijg je een klein submenuetje met alle changelogs die ze beschikbaar hebben. En ja, zo kan je er op eentje klikken. Dan ga je meteen naar de pagina toe. En hier zie je dan de wijziging die ze als laatste hebben gedaan aan de software. En of die al stable is. Als die stable is, dan kan je hem downloaden. Is die nog in beta of experimenteel, dan is die alleen voor de testgebruikers beschikbaar. Overigens kan je zelf ook de experimentele updates aanzetten. Ik zou het niet aanraden, maar het kan wel. Dan kan je wat eerder de nieuwe software updates ophalen. Ja, zo heb ik dat ook voor de mobiele app, de webapp en Wellme Pro 2023. En als je hier op de knop hierboven klikt, dan ga je ook naar de changelog pagina toe. Dan zie je ze hier netjes uitgewerkt staan. Als je dan hier op een van de knoppen onder de afbeelding klikt, dan ga je naar de desbetreffende pagina toe. Dus dat leek me wel handig om toe te voegen. Zo hoef je niet een hele zoektocht door te gaan om dat makkelijk te kunnen vinden. Die kan je niet hier op homiecornelissen.nl vinden. Naast de changelog pagina staat de dashboard pagina. Die had ik al een tijdje, alleen ik heb nu ook hier aan het menu een klein submenuetje toegevoegd. Zo kan je meteen naar het desbetreffende dashboard toe welke je zou willen gaan toevoegen of willen gaan gebruiken. En ook als je hierop klikt, dan word je doorverwezen naar de juiste pagina. En als het goed is, ja, gaan we hier nu naar de Home Assistant pagina. En hier kan je dan een hele uitleg vinden over hoe je Home Assistant kan instellen en kan gebruiken en koppelen aan Homey. Dus dat kan je hier bij de dashboard pagina vinden. Ook hier kan je gewoon weer op de knop dashboard klikken en zal je naar de pagina gaan waar alles zo uitgewerkt staat. Nou, naast de dashboard knop heb ik ook de downloads knop, heb ik een submenu gegeven. Zo kan je hier makkelijk naar de Homey App Store. Als je hierop klikt, ga je meteen naar de Homey App Store om apps te kunnen installeren op je Homey. Dus mocht je nou een blog zien of een video waarvan je denkt van nou, dat lijkt me wel leuk om na te maken of te maken, of deze app lijkt me wel handig, dan kan je daar meteen naar de Homey App Store toe gaan om die app te installeren. Onder de knop van de Homey App Store zie je de SVG icons. Deze icons kan je gebruiken in de Virtual Devices app. Daar kan je je eigen iconen aan toevoegen en die kan je hier dan vinden. Nou. Vul ik hier fan in en dan krijg ik allemaal ventilatoren toren te zien en wires. Als je een icon wil gaan gebruiken, gebruik dan alleen de volledig zwarte icons, die doen het. De gekleurde icons werken helaas niet.
Je kan ook eventueel nog de outline icons gebruiken. Dan zijn de lijnen wat dunner en is die niet helemaal opgevuld. En als je dan een icon hebt gevonden welke je wil gaan gebruiken, kan je hier op het download knopje klikken. Wordt het icon gedownload naar je computer en kan je hem gaan gebruiken in de Virtual Devices app. Dus die icons kan je hier vinden. Nou, en onder de download van de SVG icons vind je nog een soundboard. Die had ik ook al. Die heb ik ook al een tijdje, maar die heb ik hier ook nu ook toegevoegd in het submenu. Hier kan je allemaal geluiden vinden die je kan gebruiken in je flows om te streamen naar je Sonos speaker of je Google Home speaker. Je kan hier op een knop klikken. En dan zie je hier een geluidje met een player. Zo kan je even horen wat het geluid is, hoe het klinkt. En mocht je een geluidje vinden welke je wil gebruiken, dan kan je hier de link selecteren. Je kunt die kopiëren en plakken in je flowkaart. En dan wordt het geluid vanaf homecornelis.nl gestreamd naar jouw speakers. Dit waren de wijzigingen voor de site die ik afgelopen tijd gedaan heb. Ja. Mocht er iets zijn met het geluid, laat hem ook even hierachter in de reacties. En dan wil ik jullie voor nu bedanken naar het kijken naar deze video. En zie ik jullie graag weer bij een nieuwe.